Vlaamse verkiezingen van 25 mei zorgen traditioneel voor een heuse stoelendans. Naast de vertrouwde gezichten zijn er in het Vlaams parlement ook heel wat nieuwkomers. Ze zijn vaak nog een beetje onwennig, maar allemaal staan ze te trappelen om aan het werk te gaan. In de serie Nieuwe Leeuwen leidt Actua TV hem voor het eerst binnen in de koepelzaal van het Vlaams parlement. Ik ben Björn Antzeeuw, 37 jaar. Ik kom uit Oostende. Ik ben daar gemeenteraadslid voor de N-VA. En op 25 mei werd ik verkozen tot Vlaams volksvertegenwoordiger. Waarom hebt u deelgenomen aan de verkiezingen op 25 mei? Wel, voor eerst waarom heb ik deelgenomen aan de verkiezingen zelf? Dat is eigenlijk omdat politiek is altijd een passie geweest voor mij. Ik ben eigenlijk van jongs af aan bezig met politiek, vooral achter de schermen. En ik ben in 2012 met de gemeenteraadsverkiezingen voor de eerste keer op de voorgrond getreden als lijsttrekker in Oostende. En de partij heeft mij gevraagd om en heeft mij het vertrouwen gegeven en die kans gegeven om inderdaad ook op het nationale toneel te kunnen verschijnen. En waarom die Vlaamse lijst? Wel, in Vlaanderen zijn er toch ook al heel wat hefbomen om eigenlijk van onze regio opnieuw een ijzersterke regio te maken met kansen voor elke Vlaming en de steun die elke Vlaming nodig heeft. Maar ook kansen om hun eigen talenten te ontwikkelen. Dus het Vlaamse niveau spreekt me enorm aan, omdat daar toch heel veel concrete dossiers op tafel liggen. Laten we even terugkeren naar de avond van de verkiezingen. Hoe is die verlopen voor u en wanneer hebt u te horen gekregen dat u verkozen was? Oh, dat is zo'n dag waarvan je op voorhand niet weet wat zal ik eigenlijk doen. Eigenlijk is het vooral wachten wat je moet doen. Ik ben in de voormiddag gaan stemmen met mijn vrouw. Mijn kinderen zijn meegegaan over de middag. Zijn we dan uitgebreid gaan tafelen. Waarom uitgebreid? Eigenlijk gewoon om de tijd te laten passeren. En dan is het wachten. En ik heb vrij lang moeten wachten om echt zekerheid te hebben over of ik al dan niet verkozen was. Dat heeft eigenlijk tot iets na 11 uur geduurd s'avonds. En dat kwam eigenlijk omdat de grootste kantons in West-Vlaanderen, de resultaten daarvan, lieten het langst op zich wachten. En een aantal van die kantons zijn ook de kantons waar ik het verschil moest maken. Je blijft altijd wel rustig onder die dingen, maar toch, goed. Het moment komt altijd maar dichter naarmate de avond vordert. En 11:30, dan wist ik het wel. Lag het resultaat in de lijn van uw persoonlijke verwachtingen? Goh, ik wist eigenlijk niet wat ik moest verwachten. Het was de tweede keer dat ik deelnam aan verkiezingen. Ik zeg de eerste keer in Oostende gemeenteraadsverkiezingen. Daar was ik heel blij met mijn resultaat. Als ik nu zie, dan ben ik eigenlijk ook heel erg tevreden. Waarom? Ik heb in mijn eigen kanton, in de kanton Oostende, maar ook in de kantons rond Oostende, het verschil gemaakt, ook voor mijn partij. En ik vond dat wel belangrijk, want als je dat vertrouwen geeft, dan wil je dat om te beginnen al met de verkiezingen zelf bevestigd zien. En dat is eigenlijk echt goed gelukt. En het feit dat ik verkozen ben natuurlijk, stemt mij ook wel tevreden. Wat denkt u dat u te wachten staat als Vlaams volksvertegenwoordiger? Ik weet vanuit mijn ervaring achter de schermen aan de overkant van de straat in de Kamer, weet ik dat het om te beginnen veel studiewerk wordt. Hè, want eenvoudige dossiers bestaan eigenlijk niet. Dus eens we afgesproken hebben wie welke dossiers opvolgt, zal dat om te beginnen wat studiewerk zijn. En het politieke leven, hè, trachten je standpunt duidelijk te maken, ook mensen winnen voor je standpunt, een stuk afspraken maken met mensen. Dat soort dingen eigenlijk. Waar kijkt u het meest naar uit en waar ziet u het hardst tegenop? Goh, ik kijk vooral uit naar dingen en in eerste instantie kijk ik er naar uit om te kunnen starten. Hè. Ik heb echt goesting om eraan te beginnen. Ik moet zeggen, ik heb altijd met politiek bezig geweest. Altijd heel drukke, gevulde dagen en nu is het zo'n beetje wachten om echt van start te kunnen gaan. En dus ik sta eigenlijk te popelen, daar kijk ik naar uit. Zijn er dingen waar ik tegenop kijk? Eigenlijk niet, nee. Het is echt een ding om eraan te beginnen. Politiek kan soms een harde stiel zijn, met kritiek en persoonlijke aanvallen. Bent u daar als persoon voldoende tegen opgewassen? Nee, ik heb daar eigenlijk geen schrik van. Wat mij betreft is een meningsverschil nooit persoonlijk, dat is één. Als men dan toch op de man speelt, dan trek ik me dat eigenlijk niet zo hard aan. Ik zeg het, ik kom uit Oostende, daar zitten heel wat politieke tenoren. Ik kan elke maand oefenen in de gemeenteraad vanuit de oppositie. En ik kan daar ook mijn mannetje staan, dus dat moet hier ongetwijfeld ook wel lukken. Beschrijf uw ambitie in het Vlaams parlement. Ik heb het gezegd, op het Vlaamse niveau zijn er heel veel hefbomen om van Vlaanderen al een sterke regio te maken. Jammer genoeg nog niet alle hefbomen die we daar graag zouden zien.
Maar als ik denk aan mobiliteit, als ik denk aan wonen, als ik denk aan onderwijs, als ik denk aan alles wat met werk te maken heeft, er ligt heel veel werk op de plank, er zijn heel veel dossiers. En als ik met één van die beleidsdomeinen mij zou kunnen bezighouden, dan zou ik al heel blij zijn. En als ik daar een beetje mijn stempel kan op drukken, dan zal ik al heel tevreden zijn. Hoeveel tijd denkt u te spenderen aan uw job als Vlaams parlementslid? Ik kies er heel bewust voor om hiervan een meer dan voltijdse job en bezigheid van te maken. Ik zeg het, politiek is mijn passie. Het is mijn lang leven. Ik ben er al heel lang mee bezig, vooral achter de schermen. Sinds een paar jaar lokaal ook voor de schermen. Maar dit is het enige wat ik eigenlijk zal doen. Ik wil hier voor de volle 110% voor gaan. Ik heb het nu al gecombineerd, het werk achter de schermen. Dat zal geen probleem zijn. Er zijn heel veel mensen die net als ik een parlementslid zijn en die ook een lokaal mandaat, zelfs een lokaal uitvoerend mandaat hebben. Dus dat kan eigenlijk geen probleem zijn. Waarop mag de kiezer u afrekenen? Wel, wat ik de kiezer voor de verkiezingen heb beloofd en wat ik nu opnieuw beloof, dat is mijn werkkracht, dat is mijn engagement. En ik ben ervan overtuigd dat met hard werken dat je inderdaad resultaat kunt boeken. Dus het resultaat zal sowieso volgen in de dossiers die ik dan zal opvolgen. Als ik daar mijn stempel kan op drukken, dan daar mag de kiezer mij op afrekenen. Maar dat zal afhangen van mijn inzet. Wanneer zal uw periode als Vlaams parlementslid voor u persoonlijk geslaagd zijn? Eigenlijk als ik inderdaad in die grote stroom die Vlaanderen eigenlijk is, als ik op de dossiers die ik opvolg een steentje kan verleggen in die stroom, ten goede. En als ik dat op tijd en stond kan doen met mijn werkkracht, met mijn inzet, dan zullen die 5 jaar inderdaad geslaagd zijn.